Verpleeghuizen kunnen nog niet versoepelen. En dat terwijl veel bewoners inmiddels hun vaccin hebben gekregen. Goedenavond en verder in het nieuws vandaag met de hakken over de sloot. Maar wethouders Arnhem overleven het debat over het omstreden discriminatierapport. En eindelijk is er een nieuwe eigenaar voor de Doesburgse mosterdfabriek. Maar op het geheim moet je nog even wachten. Het recept blijft hier tot het moment dat de feitelijke overdracht daar is. En pas dan gaat het recept ook mee over. Weet u het nog? Dit was ruim een maand geleden. Het is de 101-jarige Tini die als eerste verpleeghuisbewoner van Gelderland de coronaprik kreeg. Nou, inmiddels heeft ze ook haar tweede prik, net als bijna alle andere bewoners van de zorginstelling van Opella. En dus kunnen de coronamaatregelen daar nu versoepeld worden, zou je denken. Maar het antwoord is nee. Hallo mama. De bewoners van de Gelderse verpleeghuizen mogen vanwege de strenge coronamaatregelen maar één bezoeker ontvangen. Dat is lief. Moeilijk voor de bewoners en hun familie. Er is al van alles verzonnen om toch in contact te blijven. Filmpjes, hoogwerkers, noem maar op. Maar het RIVM zegt dat het aantal besmettingen onder de verpleeghuisbewoners snel daalt sinds de vaccinatiecampagnes. Dat merkt ook Opella, waar de allereerste verpleeghuisbewoonster van Nederland werd gevaccineerd. We zien wel dat het qua coronabesmettingen bij ons rustig is. Er zijn op dit moment geen coronabesmettingen onder de bewoners van de verpleeghuizen. Prachtig nieuws zou je denken. Na het eerste prikje van de 101-jarige Tini uit Bennekom zijn alle bewoners van de verzorgingshuizen van Opella die dat wilden inmiddels voor de tweede keer ingeënt. Toch zijn de coronaregels bij Opella nog niet versoepeld. Terwijl je zou denken dat dat toch kan. Ze hebben hun tweede prikje immers al gehad. Ja, dat zou je inderdaad denken. Maar ook mensen die twee prikken hebben gehad zijn natuurlijk niet 100% beschermd. Kunnen nog altijd ziek worden. Ook zijn nog niet alle zorgmedewerkers gevaccineerd. Laat staan de bezoekers. Daarom volgen wij ook de maatregelen zoals die vanuit de overheid worden aangegeven. Totdat zij aangeven dat we veilig bepaalde maatregelen kunnen gaan versoepelen. Het Outbreak Management Team vergadert daar morgen over. Verwacht u dat u open gaat, net zoals de kappers, zullen we maar zeggen? Nou, we zijn dus niet gesloten zoals in vorig voorjaar. Hè. Er is wel bezoek mogelijk, maar met beperkingen. En wij zijn heel benieuwd wat er uit het gesprek van het OMT gaat komen. Ja, het gaat natuurlijk allemaal om de cijfers. Hoe zit dat in Gelderland? Nou, in de afgelopen 24 uur zijn er hier 505 besmettingen geregistreerd door het RIVM. Maar dat zijn er 92 meer dan gisteren. En ook landelijk steeg het aantal besmettingen naar inmiddels 5048. Ja, en door de pandemie zijn we ook veroordeeld tot het thuiswerken. En dat betekent ook dat je je collega's dan vaak enkel via een schermpje ziet. Als je ze al ziet. Chipfabrikant NXP in Nijmegen die organiseert nu wandelingen om elkaar gewoon even in het echt te zien. Hey Marcel. Hey René. Hey, hoe gaat het jongen? Ja, goed om je te zien man. Trouw volgen deze NXP-medewerkers zeer strikte coronaregels en zien elkaar weer voor het eerst. Sinds 9 maart vorig jaar ben ik 2 keer 1 uur op het werk geweest. En dat was omdat mijn laptop kapot was. Ik denk een keer of 7. Krijg je dus dat de binding met de collega's wegvalt. En dat je dus een losgekoppeld gevoel krijgt. Om verspreiding van corona tegen te gaan, werken ze dus zo lang al vanuit huis. En met een geplande op 1,5 meter afstand werkwandeling hopen ze op verandering. Het idee is dat je de ene week bij één collega gaat wandelen en de volgende week bij een andere collega. Het voelt weer goed. Het is al lang geleden dat we elkaar ontmoet hebben. En ja, het is fijn om elkaar weer eens gewoon live te kunnen zien en te zien hoe je eruit ziet. Inderdaad weer wat meer plezier in je werk en wat meer collegialiteit terug. Ja. Oké, even mijn lunch. Ook online proberen bedrijven het voor medewerkers gezellig te maken. Lekker kletsen, even gezellig met elkaar zitten. Niet face-to-face, maar nu is het digitaal. Digitaal lunchen. Vanochtend hadden we al heel vroeg een meeting. Dus had iemand nog te ontbijten en die had yoghurt op de snor. Dan zeggen we even, hey, je hebt wat yoghurt op de snor. Nee. Wat een gezelligheid vandaag in de lunchtafel. En waar hebben we Ellen dan? Ons feest... daar is Ellen. Yeah. Lang zal ze leven. Duimpje omhoog als je het nog steeds wel gezellig vindt om dit te doen op donderdag. En de duimpjes gaan omhoog, dus deze medewerkers zijn blij met de online lunch. Oh, dat was een mooi duimpje. Ja, zometeen ziet u ook nog hoe kinderen het afgelopen jaar zijn doorgekomen. De 19-jarige pakketbezorger die eind vorig jaar in Wijchen een man doodreed, wordt verdacht van doodslag, bleek vandaag tijdens de proforma-zitting bij de rechtbank in Utrecht. De aanklacht luidt dat dit geen noodlottig ongeval is geweest, maar dat er sprake was van opzet.
doodslag. Het slachtoffer is opzettelijk om het leven gebracht. En het bestelbus, dat was het moordwapen. Tariq O. wordt ervan verdacht op 24 november in de wijk De Ververt in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan opzettelijk te hebben aangereden. Die had de chauffeur aangesproken op zijn rijgedrag in de woonwijk en wou een foto maken van zijn kenteken. De pakketbezorger reed hem toen aan en reed daarna achteruit nog een keer over hem heen. Het slachtoffer overleed op straat aan zijn verwondingen. Het was de apotheose van de discriminatierel in Arnhem. Een debat van maar liefst 10 uur. Twee wethouders moesten zich verantwoorden over het rapport dat discriminatie aantoont in het personeelsbeleid van de gemeente. En jarenlang in een la lag. Een debat waar de raadsleden hun emoties lieten zien. Tegelijkertijd wil ik ook aangeven dat deze boosheid gepaard gaat met een enorme teleurstelling in dit stadsbestuur. Voor het eerst in mijn leven heb ik als geboren en getogen Arnhemmer mij geschaamd voor mijn stad. Alle die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Het is artikel 1 van de grondwet. Wat betekenen die woorden? Ik vind het echt heel kwalijk. Ik wil graag dat de wethouder gewoon verantwoordelijkheid neemt en toegeeft dat gemeente Arnhem hier iets verkeerd doet. Ja, die excuses die kwamen er en ook beloofden de wethouders de raad voortaan beter te informeren en vol in te zetten op meer inclusiviteit. Maar ze overleven het debat dus wel. Onacceptabel en had niet mogen gebeuren. In het interpellatiedebat van november heb ik namens het college hiervoor ook mijn excuses aangeboden. Dat doe ik opnieuw. De wethouders behielden het vertrouwen van de raad, zei het met de hakken over de sloot. En dat hakte erin. Vanavond stond de vertrouwensvraag centraal, de vraag waarop onze democratie is gestoeld. Vanavond, maar ook zeker de afgelopen periode, zijn wij niet in de koude kleren gaan zitten. Het spijt me te horen dat ik een deel van de raad niet heb kunnen overtuigen. Ik zou elke kans en elke gelegenheid aangrijpen uw vertrouwen terug te winnen. En dat van elke Arnhemmer die dat is kwijtgeraakt. De wethouders blijven dus zitten en daarover heerst grote verdeeldheid binnen de raad. Wat er toch steeds geacteerd is op de momenten dat dat nodig was. Je ziet ook dat de meerderheid van de raad daar nu vertrouwen heeft in de wethouders en GroenLinks ook. Ik vind het onbegrijpelijk dat wethouders die de raad verkeerd informeren blijven zitten. Ik vind het vreemd dat er partijen zijn die dat kennelijk accepteren. Frank uit Wijchen is de meest gemiddelde Nederlander. Ja, goedemiddag. Welkom bij de gemiddelde Nederlander. Een tv-programma ging op bezoek en kwam dus uit bij Frank. En daar is hij blij mee. Ik vind het zeker een eer, ja. De gemeente West-Betuwe heeft per ongeluk 850 stempassen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen gestuurd naar inwoners die zijn overleden of verhuisd. Bij het afdrukken van de passen is een verkeerde peildatum gebruikt. En daardoor kregen mensen die in het vierde kwartaal van vorig jaar overleden toch een stempas opgestuurd. Nou, die stempassen die naar overleden inwoners zijn gegaan zijn inmiddels ongeldig verklaard. En mensen die in het vierde kwartaal in de gemeente West-Betuwe kwamen wonen krijgen uiterlijk woensdag alsnog een exemplaar. Een 25-jarige man moet 4 jaar de cel in voor het plegen van een gewapende woningoverval in Nijmegen. Dat was in 2018. Zijn DNA werd aangetroffen op de tape waarmee de bewoonster en haar dochter destijds werden vastgebonden. Bij de overval waren 3 mannen betrokken. De 2 anderen zijn nog spoorloos. En de brand die gisteren in een flatgebouw in Nijmegen woedde, is aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de forensische opsporing en de recherche. Bij de brand aan de Horstakker 15e straat raakte niemand gewond. Het vuur ontstond bij de voordeur van de flat op de 2e verdieping. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt naar camerabeelden uit de buurt. Ruim 200 jaar oud is het fabriekje en het museumpje is al 45 jaar oud. De Doesburgse mosterd is beroemd in het hele land. De huidige eigenaren, Rokers en Marian van Blokland, die wilden met pensioen, maar een opvolger vinden, ja, dat was lastig. Maar het is gelukt hoor, en morgen is de overdracht. Maar eerst kreeg Timon Houwels nog een masterclass. Dan gaat de molen aan. Laten we de stenen een beetje opkomen. Halen we eerst eigenlijk even de pin eruit. Maar als ik zie hoe hij in de afgelopen weken de zaken oppakt, dan heb ik het volste vertrouwen erin dat je bedrijf goed gaat runnen. Het zal ook echt nog wel even duren voordat ik net zoveel kennis heb als zij dat hebben.
Maar nou, gelukkig blijven ze ook in de buurt hangen om advies te vragen. Dus dat is heel fijn. Ja, nog een beetje erbij. Voor ons is altijd heel belangrijk geweest, voor mevrouw en mij, dat we het bedrijf hier op locatie kunnen handhaven. Dat en de winkel, en het museum, en de productie in Doesburg blijven. Ja, zie, nou wordt het wat. Het contact wat je met klanten hebt, maar ook wat je hier inderdaad in het museum hebt, dat vind ik heel mooi, om die connectie met de mensen te hebben. Maar daarnaast blijf ik wel echt een voedingsmiddelentechnoloog, die ook wel de producten heel interessant vindt. Nou, we kunnen met een gerust hart afscheid van de molen nemen, want ik zie dat dat helemaal goed gaat komen. Je weet, verstandelijk geredeneerd, dat het goed is dat het nu zover gekomen is. Maar gevoelsmatig is het natuurlijk toch wel een dingetje. Het is echt een familiebedrijf. En valt het afscheid toch wel wat zwaar, denk ik. Precies, dat is hij. Hartstikke mooi. Hij weet veel, maar nog niet alles. Nee. Het recept blijft hier tot het moment dat de feitelijke overdracht daar is. En pas dan gaat het recept ook mee over. Geheim, ja. Dat gaan we ook geheim houden. Tot morgen dus, want dan is de overdracht. Ja, het is deze week een jaar geleden dat corona ook in Nederland toesloeg. En daarom blikken we terug met allerlei verschillende Gelderlanders. Vandaag basisschoolleerlingen Leo en Suzette. Dit is het coronaspel en dat heb ik vorig jaar in groep 7 gemaakt. En als je bijvoorbeeld op het corona-check terecht kwam, dan moest je in het quarantainehuisje. Voor haar voelt het bijna als een bekentenis. De eerste lockdown die in maart 2020 inging, begon voor Suzette nog best stoer en spannend. Zelfs toen haar vader en moeder positief getest werden. We hebben hele lieve buren, dus die hebben boodschappen gebracht. En ik was redelijk snel op de been. Dus ik kwam met een mondkapje beneden en latex handschoenen aan en dan ging ik hier koken. En dan gaf ik de kinderen eten. Maar ze hadden volgens mij niet superveel hele erge klachten. Dus het is niet dat ik echt dacht, oh, die komt in het ziekenhuis terecht. Ook Leo zat vorig jaar in groep 7 en vond lockdown 1 in de zomer nog te doen. Ik heb heel veel op straat gespeeld en zo, omdat het toen ook nog lekkerder weer was, inderdaad. Een groep leerlingen heeft in de zomer zelfs een corona-rap gemaakt. Maar een paar weken later ging de tweede strenge lockdown in. En die voelt wel als heel zwaar. Ja, ik zag bijna geen kinderen meer van school. Wel nog een paar keer, maar niet veel. En dat was echt heel naar gewoon. Nu, het duurt al zo lang, dan denk ik, ja, ik ben er nu wel klaar mee. De leerlingen kunnen niet wachten tot corona verleden tijd is. En dat zou heel fijn zijn. Ja, ik ga gewoon lekker weer genieten dat ik weer op school mag zijn. En lekker buiten spelen in de pauzes en alles. Ja, wanneer ben je gemiddeld? Televisiemakers van de NTR die wilden dat heel graag weten. En kwamen uiteindelijk uit bij Frank Jansen in Wiegen. Ja, hoe ziet de gemiddelde Nederlander eruit, denk je? Voor mij een beetje boers, gewoon een beetje normaal gekleed. Eigenlijk gewoon een spijkerbroek en een normale t-shirt, niet te deftig. Ja, in ieder geval met een kratje bier. Lijkt me wel lekker, toch? Heeft of een vriendin, of woont samen of is getrouwd. En dat klopt aardig, want de gemiddelde Nederlander woont in deze wijk samen, in Wiegen. Ja, goedemiddag, welkom bij de gemiddelde Nederlander. Ja, waarom? Waarom? Omdat ik op heel veel punten toch werkelijk gemeten de gemiddelde waardes zeker aanraak. Ja. Dus spijkerbroek, getrouwd, rijtjeshuis, tweedehands auto. Ook binnen is te zien waarom Frank na 3 jaar onderzoek als dé gemiddelde Nederlander is gekozen. De gemiddelde koelkast van Nederland. Hij is niet zo heel groot, maar je moet hem even zoeken. Ja hoor, daar is hij. De gemiddelde komkommer. En wat ook bij de gemiddelde Nederlander past natuurlijk is een biertje. Ja, ze liggen wat achterin. Ik zie een box staan. Ja. En dat betekent dat jullie in ieder geval een kind hebben. Ja, klopt. 1,2 is wat lastig, want dat is het gemiddelde. We zitten op 1 en als je de documentaire kijkt, krijg je misschien iets meer te weten. Dus dat is zaterdag te zien op NPO 3. Waardoor Franks leven opeens volledig zichtbaar is. Ik vrees dat alle aandacht wel wat bovengemiddeld maakt. Maar ik blijf nog steeds gewoon lekker mezelf. Doe maar gek genoeg.
Ja, dat is het beste wat je maar kan doen, denk ik dan. Nou, het weer nog. Vanavond is het bewolkt. Kan het wat regenen. Komende nacht wordt het droog, graad of 4. Morgen schijnt de zon, blijft het droog. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur op naar een graad of 11. En ook het weekend zien we de zon, al kan er in de nacht en de ochtend wel lokaal wat mist voorkomen. Het wordt dan zo'n 11 graden en in de nacht vriest het lokaal licht. En dat was het alweer. Het Gelders nieuws voor vandaag, 25 februari. Op onze site natuurlijk meer nieuws. Zo heeft het weinig zin om vanavond nog of morgen uw ramen en auto te wassen vanwege Sahara-zand. En stuifmeel van de Hazelaar. Onze weerman geeft als tip om dat vooral dit weekend te doen. Fijne avond.